Nou, dames en heren, jongens en meisjes, zoals jullie misschien op mijn Insta hebben gezien, ben ik gewoon zwaar lul. De lift was kapot. Ik had een hand vol met kleding en mijn camera. En toen heb ik vervolgens mijn camera boven op mijn auto gelegd. En toen, toen ben ik dus zeg maar, die ben ik boven mijn auto vergeten. Toen ben ik gaan rijden en toen is hij op het kruispunt bij mijn huis, is hij er vanaf gevallen. En ik ben hem kwijt. Ik weet niet waar hij is. Ik heb overal gezocht. Ik ga straks ook nog zoeken. Maar dit is gewoon fucked up, jongens. Dit is echt het kutste wat kan gebeuren als vlogger. Ja, dat klopt. Oh, maat. Ik ben echt een lul. Ja, je bent echt keihard de lul gewoon. Oh. Wat had jij gedaan als dit was gebeurd? Ja, bro. Ik had sowieso per direct een nieuwe camera gekocht. Dat wel. Ja, maar ik moet dat ook gaan doen, denk ik. Ja. Moet wel. Want ik kan sowieso niet een dag zonder camera, dus ik moet inderdaad ook wel. Maar ik had wel echt, ik denk anderhalf uur lang gaan zoeken nog. Ja, ik ga straks ook nog zoeken, maar het is kut, jongens, want hij is dus op het kruispunt hier beneden bij ons gevallen. Dus iemand moet hem eraf zien hebben gevallen. Het kan niet zo zijn dat niemand hem heeft zien glijden over de weg. Dus ik hoop dat iemand zo eerlijk is om hem terug te komen brengen, maar ik ben bang dat of mijn lens is gebroken of mijn camera is sowieso kapot. Kijk, je had nog beter eigenlijk je telefoon kunnen laten vallen, want dat is kut qua inderdaad je telefoon, maar zeg maar qua kosten is je camera wel echt fucking duur, ouwe. Ja, maat. Echt van 3000 euro bijna. Besef, gewoon 3000 euro is waarschijnlijk nu gewoon weg. Dit is echt, ik denk dat ik er zuurder van zou zijn als ik mijn camera zou kwijtraken. Dan dat ik mijn telefoon zou kwijtraken. Ja. Echt waar. Kijk, mijn GoPro is laatst dus ook gestolen, maar zeg maar dat is een GoPro. Maar ja, maar dat is ook weer wat minder. Zeg maar, dit is een camera en ik had natuurlijk ook al meer gevlogd en zo. Het is echt. Oh, ik hoop zo dat iemand hem terug bent. Dat ik tenminste de USB. Kijk, als ik tenminste de SD-kaart nog heb, dan heb ik nog wel gewoon nog het beeld. Heb je vader al gebeld? Ja. Zei hij niet van de verzekeringsplus? Nee, mijn pa die zei tegen mij van: Finn, luister. Dit komt gewoon door jezelf. Je bent te gehaast. Je bent chaotisch. Doe er wat aan. Oh ja. Ja, ik weet het even niet, maat. Maar goed. Jongens, ik ga even verder met zoeken. Oh jongens, dit is wel echt weer oldschool dat ik met deze camera aan het vloggen was. Met deze camera nam ik altijd brugklasvideo's op en dat soort dingen. Maar ik moet er nu wel gewoon vandoor. Ik heb nu iets op Insta gezet met van: hey jongens, mijn camera is weg. Als je hem hebt gevonden, alsjeblieft breng hem terug. En je krijgt een beloning. Maar wat ik zeg, ik denk dat die al gewoon kapot is. Want hij is zo hard van die auto, dan moet hij zijn gevallen. Of de lens is gebroken, of mijn body werkt niet meer goed. Dus ik denk dat ik gewoon straks een nieuwe camera moet kopen. En als ik dan die oude camera nog weer terugkrijg, dan kan ik misschien kijken of het SD-kaartje het nog doet. Dat zou ik heel chill vinden. Maar jongens, dit is echt gewoon een nachtmerrie voor een vlogger. Gewoon echt een nachtmerrie. Maar goed, ik moet er nu helaas, ik moet er nu wel vandoor. Want ik heb een soort van padeltoernooi met Coca-Cola. Dus ik kan niet, het heeft ook geen zin om hier te gaan wachten. Ik ga straks als ik terug ben nog echt zoeken. Maar ik heb net ook al meer dan een uur gezocht. Het is gewoon kloten, jongens. Het is echt kloten. Kijk jongens, hier heb ik hem neergezet. En je ziet ook hier, deze krassen die je hier ziet. Daar, hier lag mijn camera en hier is hij dus vanaf gegleden. Hey, dit is echt een goede camera. Ja, dankjewel. Misschien heb ik helemaal geen nieuwe nodig. Nee. Misschien moet ik gewoon lekker met deze gaan doen. Vind je het zelf gelijk? Ah, kut. Of eigenlijk, chill. Kan ik een nieuwe camera kopen? Nee, maar jullie weten, ik heb het altijd over die A7 S3 gehad. Maar het is gewoon bullshit, want het kost heel veel geld. En ik heb het niet nodig, want ik had een camera. Maar nu ben ik mijn camera kwijt. Dus nu moet ik het met de G7 X doen. Heb je nog wel gesprekken als je vriendin bij je is? Als je alleen maar met de camera zit te lullen, dan kan ik ook wel voorstellen dat op een gegeven moment afgelopen is. Met de... Nee, maar zij lult met de camera mee. Ja? Ja. Ik heb net een beetje heen en weer gebeld met Ruben en met anderen. Maar het kan eigenlijk niet zijn dat hij beneden op het kruispunt ligt. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat hij gewoon in een garage moet hebben gelegen. Dat iemand hem moet hebben gepakt. Dus ik ga straks eventjes een lobbykaartje ophangen met wie mijn camera zou kunnen hebben gevonden. Want zeg maar, als mijn camera bovenop staat en ik ga de helling op bij mij de garage uit,
dan moet hij er al afgevallen zijn. Kan niet anders. Als het goed is, hebben we hier in het gebouw, een conciërge. Dus ik ga eventjes daarheen en dan ga ik eventjes vragen of er iemand is die een camera heeft afgegeven. En ik hoop van wel. Oh, jongens. Ik ben net eventjes langs de conciërge geweest en die gaat eventjes de camerabeelden checken morgen, want hij is er nu niet. En dan gaat hij de camerabeelden checken, kijken of mijn camera er al vast toen ik naar buiten reed of dat hij er nog op lag. Want als hij er nog op lag, dan is hij dus ergens buiten gevallen. En als hij er niet meer op lag, dan weet je dat hij dus ergens in de garage heeft moeten liggen. Dus dat iemand in het gebouw hem heeft. Dus, ik heb eventjes een briefje gemaakt. En die ga ik eventjes ophangen, gewoon bij de ingang en hopen dat iemand hem terugbrengt. En dan, als iemand hem terugbrengt, moet ik ook nog eens hopen dat hij niet kapot is. Maar ik wil gewoon heel graag mijn SD-kaartje terug, want anders dan heb ik gewoon een hele dag, is gewoon weg. En tuurlijk, het kan gebeuren, maar ik vind het zonde. Maar ik ben bang dat hij gewoon kapot is, mijn camera. Want als hij van de auto afvalt, dan is of de lens kapot of gebroken. Of mijn body werkt niet meer, of de sensor werkt niet meer. Ik weet het ook allemaal niet, maar goed, we gaan het zien. Ik ga hem ophangen en hopelijk horen we vandaag nog wat van en anders morgen. Het is niet anders. Goedemorgen, het is nu de volgende dag en ik had een briefje opgehangen bij de lift. Ik heb niks meer gehoord, maar ik had aan de conciërge gevraagd of hij de camerabeelden wilde checken, zoals ik al had gezegd. Hij heeft de camerabeelden gecheckt en hier zijn de foto's. En zoals je ziet ben ik dus gewoon de garage uitgereden met de camera op mijn dak. Ik heb geen idee hoe die is kunnen blijven staan. En ja, ik weet dus nu gewoon niet waar die is, want hij is naar buiten gegaan. En buiten ben ik hem dus verloren. Dus jongens. Zonde man. Zonde. Het moment is aangebroken. Weet je wat het moment is? Een nieuwe camera kopen. Kijk, wat ik al zei, het is geluk bij een ongeluk. Want ik wilde al heel graag een nieuwe camera. Maar dit, ja, het is wel kut dat je zeg maar nu dan niet die oude hebt die je kan verkopen of zo. Maar jongens, straks. Hebben we mooie beelden. Joepie. Mooie beelden. Oké, jongens. Dit is wel heel eng. Ik heb hem nu op de auto gezet. En ik ga hem deze keer echt niet vergeten. Ik hou mijn hand erop. Maar jongens, kijk eens even. Ik heb een nieuwe camera gekocht. Een Sony A7 IV. Met een goed SD-kaartje. En blijkbaar is dit SD-kaartje dus €370. Maar het is dus heel, hij zei dat het heel goed was voor slow-mo's. En dat hij heel snel is. Dus ik geloof het. Ik moest toch nieuwe dingen kopen, dus dan maar gewoon ervoor gaan. Er zit nog geen lens bij, maar die ga ik ophalen in Amsterdam. Dus let's go. En dan gaan we hem straks gebruiken. En wat heb ik hier zin in, Jezus. Dames en heren, jongens en meisjes, het is zover. Dit zijn de allereerste beelden met mijn nieuwe camera. En ik ben er zo blij mee. De kwaliteit is echt vele malen beter. Ik zou ook zelfs nog in 4K kunnen filmen. Alleen dan krijg je een soort van kleine digitale zoom. Dus dan wordt het beeld, in plaats van dat het nu is zo, wordt het ongeveer zo. Weet je dat, terwijl ik hem op dezelfde hoogte hou. En wat leuk is, kijk, ik kan nu in het schermpje kan ik dus ook mezelf zien. Alleen ik ga dat natuurlijk niet de hele tijd in kijken, want dan zit ik zo te filmen. En anders dan zit ik zo. En dit is natuurlijk veel chiller voor jullie. Oh, maar jongens, ik ben er zo blij mee. Eindelijk gewoon weer een goede camera. Ik heb nog steeds mijn oude camera niet gevonden. Maar ik ben bang dat die gewoon kwijt is. En als hij wel terugkomt, dan is hij waarschijnlijk kapot. En dan kan ik hopelijk nog wat onderdelen verkopen ervan. Maar jongens, tot nu toe, ja, nog niet gevonden. Maar ik heb een nieuwe en ik ben er blij mee. Ik heb net eventjes een kaartreader gekocht, want er zit een hele goede SD-kaart in. Zodat je sneller op je computer kan zetten en dat je in hoge kwaliteit sneller kan filmen. Dus die moet je er ook weer bij. Het wordt allemaal veel, maar goed, ik heb er wat voor over, want ik vind het leuk. En jullie vinden het leuk, dus let's go! Dit is ook eigenlijk dezelfde camera die ik al eerst had. Ik als eerste had ik de A7 II en is de A7 IV, dus gewoon de nieuwste zeg maar. Maar deze heeft zoveel meer opties. Ik kan slow-mo's doen, ik kan in 4K filmen. Allemaal hele vette dingen, alleen ik ga in de loop van de tijd dat ik deze camera heb, ga ik een beetje uitzoeken wat ik dik vind en wat jullie dik vinden. Dus ik ga een beetje testen. Maar goed, ik heb nu een nieuwe camera, dus deze video is afgelopen. Dus vond je dit nou een leuke video, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want er komen leuke nieuwe vlogs aan met een nieuwe camera. En dan spreek ik jullie later!